Rob, de wedstrijd zit erop. RKVC 4 tegen DSM 0-6. Maar volgens mij ga je het eigenlijk 4-5 moeten stellen. Wat vond zich ervan? Ja, dat klopt je, Bas. Heb je gelijk. Eén goal die wij maken, die werd afgekeurd. En het was onterecht. Het was geen boetespel, die had je ze moeten tellen. En dat was jammer. En hoe vond ze die debuut? Wie het vlaggen? Ja, ik heb me in een duip gatje. Ik ben naad op mijn hongerbox, dus... Maar even goed, toch wel leuk, of niet? Ja, vond je wel leuk, ja. Het is even vreemd, je hebt ze nooit gevlaagd. Dus je bent toch heel anders met spel bezig. Als ze even de kantje kieken of dat ze zelf met voetbal. Dat is heel anders. En hoe vond ze die eerste wedstrijd van het vierde? Ja, ik vond dat ze hebben netjes gevoetbald. Ze hebben goed op best genomen. De tegenstander was gewoon een stuk sterker. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Tjoe, de wedstrijd zit erop. RKVC 4 tegen DSM. 6-0 voor DSM. Wat is... 6-1. 6-1. Wat is die eerste reactie? Nou, we worden negatief verrast, maar bij neer verwacht dat ze zo sterk worden. We zijn alleen zag van, nou, er zitten een paar zwakeren tussen. Ik heb ze niet gezien. Ik vond ze akelig goed. Ik moest vragen van het team waarom ze Bas die goal niet gunjes. Nou ja, ik bedoel... Bas, hij moest van zo ver terugkomen, hij moest zo snel om aan de bal te komen. Ik dacht, ja, Loes, ik stond toch achter de man, ik stond toch achter de bal. Het komt van de keeper af, dus ja. Dat die goal wil maken, dat is een goal, klaar. Oké, dankjewel. Bas, de wedstrijd zit erop. RKVC 4 tegen DSM. 6-0 voor DSM. Wat is daar op je eerste reactie? Had 6-1 kunnen zijn. Dat is, ja, dat zat erin. 6-1, we hadden in ieder geval één doelpunt om de eer te redden. Nou, op een of andere reden is dat een onverklaarbare wijze is die afgekeurd. Ja, het zei zo. De volgende keer moeten we daar alert op zijn. Als we echt een goede kans hebben, dat we hem kunnen afmaken. Ik heb net Tjeu geïnterviewd. Ja. Die zei, ik vroeg zo aan hem, waarom heb je de goal niet aan Bas gegund? En die zei dat je daarvoor een hele grote omweg moest maken. Hoe keek jij daar tegenaan? Vond jij het ook een omweg voor jou, of niet? Nee, voor mij was het geen omweg. De bal lag voor mijn voeten. Hij kwam aan inlopen. Nou ja, oké, 9 van 10 gevallen, dan kan dat. Maar dan geef je die bal, of dan speel je die bal. Dan kan hij hem in schieten. Oké, dat kan. Maar van de andere kant, ja, hij lag voor mijn voeten net zo goed. Dus ik had hem ook in kunnen tikken. Dus rechterbeen was voor, of met name links in kunnen tikken. De keeper was weg, de verdediging was weg. We hadden een vrij spel. Oké, dankjewel.